Bij deze vraag hebben we een V-vormige gleuf met een openingshoek van 60 graden. En daarin bevindt zich een bowlingbal. En die bowlingbal is aan het rollen. En de vraag is, als die een afstand aflegt van 120 meter, hoeveel keer dat die bal moet rollen. Daarbij belangrijk zal zijn waar het contactpunt van die bowlingbal ligt. Want als we kijken naar dit punt maakt cirkels als de bal vooruit rolt. Dus dat is een vooraanzicht. Als die bal vooruit rolt, maakt dit punt cirkels waarvan dit de straal wordt. En dat zal belangrijk zijn om te zien hoe ver dat hij rolt. Als we eigenlijk deze straal willen gaan berekenen, dan zullen we daar rekening mee moeten houden dat dit hier loodrecht is. En zullen we hier in die driehoeken wat moeten gaan werken om zo die straal te vinden waarmee dat dit punt op cirkels vooruit rolt.